Vandaag wist nog regelmatig de zon door te breken, maar het aandeel wolken nam in de loop van de dag toe. En dat heeft alles te maken met een regenstoring. Vandaag nog boven de Britse eilanden. Maar die komt geleidelijk aan onze kant op. En ook de komende dagen komt het weer vanuit het westen. En we zijn begonnen aan een wat wisselvalligere periode met ook wat gematigde temperaturen. De zomerse hitte van de laatste tijd die komt voorlopig niet meer terug. Het leverde af en toe wel mooie plaatjes op. Maar ook van bovenaf kunnen we zien dat er weer wat meer dynamiek in het weer zit. Zo zien we een zone met bewolking over het zuiden van Scandinavië liggen. Daarachter zit nog die hele warme lucht waar we aan het begin van de week in zaten. Er zitten een paar fikse buien in Zuid-Scandinavië. Daarachter opklaringen, maar koelere lucht. Daar zaten wij vandaag in. In het noorden van Duitsland kwamen nog een aantal buien tot ontwikkeling. En we zien op de oceaan een lage drukgebied. En daaromheen gekruld een band met bewolking waaruit regen viel. Vandaag in delen van Ierland, Schotland, Wales en ook het noorden van Engeland met name. En dat hele pakket met bewolking, dat komt onze kant op. En we zagen dat er al wat hoge bewolking met name vanaf schoof... Dus ja, de eerste voortekenen van een weersverandering zagen we vandaag al. En als we kijken wat er staat te gebeuren, dan zien we dat vanavond die band met bewolking en uiteindelijk ook de regen vrij snel onze kant op komt. Dus vannacht kunnen we op veel plaatsen in Nederland toch eventjes met wat regen te maken gaan krijgen. Morgen overdag wordt het droog, klaart het op. Maar kijk eens, er ligt alweer een volgende band klaar met regen. Die trekt waarschijnlijk donderdag onze kant op. Voorafgaande in het oosten met wat zonneschijn nog wat flink oplopende temperaturen. Wie weet komt het daar dan nog tot een onweersbui. En als we dan richting de vrijdag kijken dan is die band van de donderdag wel weer weggetrokken. En dan zien we er boven de Britse eilanden alweer een volgend gebied met regen onze kant op komen. Droogte wordt geleidelijk aan wat minder al wordt er nog niet heel veel regen verwacht. Bijvoorbeeld komende nacht. Op veel plaatsen valt er wel wat regen, maar het gaat om lichte regen, motregen. Er zullen plekken in, met name het noordoosten, zijn waar het zo goed als droog blijft. De temperatuur daalt naar een graad of 14. En over het algemeen, zeker landinwaarts, staat er maar heel weinig wind. Morgenochtend op veel plaatsen een grijze sombere start, met vooral in het oosten en zuidoosten nog af en toe wat gemiezer. In de loop van de dag dan wordt het op de meeste plaatsen droog. En vanuit het westen begint het ook wat op te klaren. Dan kan het bij die opklaring met een beetje zon 22, 23 graden worden. Maar in het bewolkte oosten en noordoosten van Nederland komen we op waarschijnlijk maximaal een graad of 20 uit. Donderdag dan krijgen we te maken met vanuit het westen wederom een gebied met regen dat overtrekt. Voorafgaand in het oosten met wat zonneschijn nog zo'n 24 graden. Dat zou dan voldoende kunnen zijn om een plaatselijke onweersbui mogelijk te maken. En als we dan verder vooruit kijken, dan zien we dat het voorlopig wisselvallig is. Vrijdag een enkele bui, 21 graden, best wel een vriendelijke dag. Zaterdag ziet het dan weer wat somberder uit, want vooral in de loop van de dag gaat er weer wat regen vallen. Temperaturen een graad of 20. Zondag gaan we dan weer wat omhoog. Maar voorlopig staat er dagelijks wel een regensymbool in de kaartjes. Dus ja, het is minder warm en er valt af en toe dus ook wel wat regen.